Kemp is, ik kom van die streek, dus dat was op zich wel te doen. Maar nu dat Limburgs, ja, dat was toch wel wat pittiger als ik dacht. Ik dacht dat doe ik wel even, maar dat viel toch een beetje tegen. Maar we proberen het, Warne en ik, om zo Limburgs mogelijk te praten. Ja. En hoe studeer je dat in? Dus zingen voornamelijk? Of? Ja, ik heb heel veel met Matteo geoefend, want Matteo die is gewoon van deze streek. En dan begint dat met dat zo heel overdreven te doen. Hè. En als je dat heel overdreven doet, dan op een duur kun je dat een beetje kleiner maken en dan komt dat wel goed eigenlijk. Ja, zo, het is nog niet helemaal, ik kan er nog niet echt goed mee improviseren. Maar met mijn teksten lukt het al wel. Het is wel echt een knop in je hoofd omzetten. Want het is wat ik zeg, of ik in elk geval moet zo'n dingen leren door het eerst heel erg te durven overdrijven. Het heel slecht te doen, zo overdreven lange zinnen uitrekken en achter alles hè zeggen, wat ze ook heel de tijd doen. En ja, dat is echt, of ja, dat vind ik wel, ja, dat is wel zo'n knop in je hoofd van, oké, ik ga dat gewoon doen, want ik moet het kunnen. En ik wil dat het goed is en ik wil dat alle Limburgers denken, godverdamme, heeft ze echt fucking goed gedaan.